dat elk is roos voor ik oud heb gewond en volgens mijn weg het gestoord. Door heb ik als puter het lopen geleerd en als kind naar de school toe gegaan. Roos is lief en blijft gewond, ik zal ook niet gauw om vergeten. Met op macht in kleuren bond van bossen en bij en de beken. O geluk dat geeft op zo'n rustig gevoel, de zin de lach die je niet als ging. Ik kreeg van onanderlijk van nooit te veel, ons geen zin alles veel mee. Een koel of huis durfke daarin gevuld, van steen ik weet wie ik van stond. Maar het moreel van de mensen dat wordt in vermeld, en ze zien mij aan het bouwen gegaan. En al wilt ook een Durmse mantel te eng, en al weide al goed op het schat. Toch denk ik nog terug aan de vroegere tijd, denk als kind aan B.O. Een oorlog huis duidelijke dadig gevuld, van ons kerk bleef weinig van stoom. Maar het moreel van de mensen dat worden verdeeld, en ze zien mij aan het bouwen gewoon. En al wuurt door de Durmse mantel te eng, en al kruiden al goed tot het staat. Toch denk ik nog terug aan de vroegere tijd, denk als kind aan B.O. heb gehad. Toch denk ik nog terug aan de vroegere tijd, denk als kind aan B.O. heb gehad. De oorlog is de vader van vrede. Met die beurtel van de Romeinse geschiedschrijver, twee jaar geleden op papier zatten, mocht ik overavond heel welkom heten, dames en heren, bij alweer de zevende uitvoering van deze herdenkingsreview. Oorlog en vrede zijn zo oud als de mensheid. Sinds 1945, en dat zien we al wel 40 jaar, leven wij in een tijdperk van vrede.
jongste generaties van heel geboren zich niet in wat oorlog is. Maar wie de geschiedenis bekijkt, de Zuid, dat zonder lange tijd van vrede feitelijk en kostbaar vuurrecht is. Het programma dat wij vanavond heel veel zullen brengen, gaat over oorlog en over vrede, zoals de mensen van Hoogs die in de laatste 50 jaar hebben meegemaakt. Het gaat over de oorlog in de jaren 50, 40 tot 45, en het gaat over de tijd na de oorlog, tot op de dag van vandaag. Dit programma dat niet terug, en daarom noemden wij het een revue. Bij het woord revue denkt u misschien aan veel spektakel, aan grote koers en aan veel kostuums. Dat moet ik even vanavond niet verwachten. Wij hebben een ganz ander programma gemaakt. Een programma dat met heel veel respect, met waardering en ook hier en daar met een beetje kritiek terugkijkt op de jongste 50 jaar op de geschiedenis van de gemeente Hoogs. De mensen die deze geschiedenis gestalte hebben gegeven. Hoogs, gij ziet en plekst de grond. Krijg het in die zin kunnen huren in het openingsliedje, dat wij geleerd hebben van Ines, den Hoogs asiel toes beschouwen, maar die later verroepen naar ergens anders, Sef Reiners. De verbondenheid met Hoogs in dit geveurig liedje zo schoon bezongen, hebben wij gekozen als de rode draad door deze revue. Deze revue is op de eerste plaats gemaakt een oom allemaal, de oudere en de jongere generaties, te herinneren aan de oorlog. Daardoor wil je het niet meer laten. We wil je niet uitscheiden bij 1945, bij de bevrijding. Een oorlog is de vader van de vrede, de Romeinse geschiedschrijver. En wat wil je door mij zeggen? Zonder oorlog is er ook geen vrede. Maar nog meer. Dat iedere oorlog een nieuwe tijd voortbrengt. Een tijd die de ganz anders is als de tijd voor de oorlog. Hoe zijn het zien geweest? In Hoogs en in de rest van de wereld. Zonder de oorlog van 40-45. Zouden we dan in een betere tijd hebben geleefd als de tijd van nu? Zouden we dan die welvaart en ook die zorg gehad die we nu hebben? Daar zouden we hier lang over kunnen praten en praktiseren. Maar één ding is zeker. Zonder de oorlog zou je de wereld van vandaag en in het klein er ganz anders hebben uitgezien. In het eerste deel geeft ons revue een verhaal over de oorlog. Wat was oorlog? En hoe hebben de mensen niet oorlog beleefd? Wat was angst, richtige angst? En wat was verzet? Iedereen die het heeft meegemaakt, die vertelt ook vandaag nog het zien van. We hebben vanavond ons eigen verhoren. We hebben vooral gekeken naar wat de mensen toen met ieren moesten delen aan leef en aan leerd. Als in oorlogstijd. Onder ogen ziet ons vanavond ook wel. Die weten wat het woord en dat ze het aan zelf meegemaakt. Voor anderen is het aald wat gebleven van ik en Luster, hoe het was, maar geen kiel.
als je ze samen tegenkomt in het stoel vuur. Dag meneer Van Bommel, dag meneer Tomeer, dag mevrouw van de Merendonk. Naar achter, Ulrichs achter. Striebers. En hij van de Hoerstrot.
gaat weer zocht de mensen. Gaat al die eierkoren stakten en gaat al die slaap stakten. En allebei pachten ze een plak groente in de piel. Gaat de groet weg en het vindt water. En het vecht de koren weg en de blaasjes zegen. Drie keer in de week komen het gebroken patatten. En met de kermis boenen met boenen. Naakse kindjes in het groen gras. In juni tullen hoeven. En bokken schoon in de herfst. Zo kan de bottermelk met peren. En 's winters beerpap. Waar je warm en regenen van. Waar je tering en een stukken. Wie weet voor de R 9 kindjes. En voor de zielen in het vagevuur. Voor de zielen in de hel, laten het toch niet meer. En voor de mieres, hij we al zat aan de zijde. Toen in de crisis die. Of was het ook goed eer, goed hebben?
aan een andere. Of minder. Ook op een dorp er de mensen in zochten. Het is nou niet anders als toen. Zo gingen we de oorlog in. En zo kwamen we er goed. We schieven 5 mei 1940. Hoofdstuk kermis. De familie kunt op de kermis koffie. De schutvrij soep en prunkjes weg. En het pechjespuur kost iedere cent. Het Sokkenbeek en Lotkemels aan de kroon van Kansmop. Je ziet de keuring te Riek met een duimpje. Vroeger, wat was het toen schoon? Wie heeft de suiker en de erwtensuiker aan? Wie heeft dat gedaan?
denken ze geld niet meer. Onder de hoeknis stond hij aan de verlesten tegen. Daar huurde je eens ten deken van de vrede bij. Zijn vriend tegen keizer Scher. Nou moet ik maken dat ik de kerk moet komen. Want dan kun je aan mijn kost nemen. Aan het oorlogshoofd toen ze de buurman in op deden vliegen. Het knalde overal, op het innerste diek, op het verderste weg. In het gevallen buur, waar is de Pruisen tegenhouden? Het was nergens in alle vroegte, het schepen wiet weg op Venterwaard. En vleden ze erop, toen het licht hoog, het bericht op de radio, oorlog. De Pruisen zien binnengevallen. Bij het patronaat stonden gevallen de vrachtwagens. Een munition had volgebracht. Trouwens, Friet kunt terug met een wagen van Boersam. Hij heeft niet kunnen lossen. Hij kwam niet weer de Lottem. Kans Lottem liggen tuin. De kazematten hebben niet gebouwd. De koningin is er tussenuit. Naar Engeland. In Brokens en Daarnaast vallen doeien. Daar komen ze uitgezetten, de Pruisen. Op de Vindelse weg. Tussen de gevallen buurt door. Met karabeer, met duikenwagens, infanterie, groen uniformen. Het andere stuk. De eerste Pruisen. Stel ik bij het spietje op een hoek. Wie rupt op? Hai! Achter de zwarte plak is een jonker gevallen. Iedereen erin kieken, soms op een fiets, de pier in. Er liggen twee Pruisen begraven aan mijn windweg. Zuster Olga heeft het druk met gewonden. Yeah.
koningin? Of hebben ze even zij zin kwaad? 5 cent en een halve lap. Vaasje zal die hebben met toespel. 6 en 1/4. Zij zien kwaad. Meneer Tweede aan de zuur. Dat is goed, maar in het nieuw. Het vlees duurt graag, alles op de bom. Stiekem slachten, zelf opmalen, eigen dier, zuurte olie. Weermacht, Gestapo, SS. Pieter Schuitje, zit in ons, commandant. Zelf sierp maken van werkenswet. De soep binnen bevocht met eigen gemaakt patattenmeel. Och, de noorlog is wel te hebben. Stappen is opgepikt. Hans Hoos zit in de zuid. Ze hebben dokter van Meerendonk naar Sint Michels Gester gebracht. Als gijzelaar. Middelnaam. En de vliegelen erop. Op de Bosporus en de Nederlandse dragonnen zien mannen hier. Hoos heeft zijn eerste oorlogsslachtoffers. Spertiet, verduisteringspapier, luchtbescherming. Blokploeg. En wie blok hoef is, die nu is in de klotskop. Onderdukers, juden, piloten. Ze halen de knokken uit onze kerntoren voor de oorlogsindustrie in Bruises. Zou je ze pinpluks kunnen laten hangen? Het maakt geen verschil. Het klinkt al lang niet meer voor de mensen. We smeren boterhammen voor vucht. Iedere week werden ze opgehaald bij de mensen. 4 eiertjes te vol. Niemens mogen de radio hebben. Maar iedereen weet. Ze zien verslagen bij Stalingrad. Stalingrad is nog niet weg. Montgomery verschiert de rommel bij El Alamein. El Alamein is niet weg. Ik ben met z'n schande.
gaan spinken in de kelder. En mijn boterbil. En mijn bederschaantje. Er is niks meer te redden. Pannen, Liekenbergen, Sander en Dax onder een andere bombardement. Bombardement, we gaan laten. Ze hebben fosforplekjes uitgegroeid. Je kunt horen hoe de galm gaat van de kerk. De torenbrand. De snaart. Het knetteren van het hagel. In broken ze zou ze vallen. En s'nachts komen de veders over, de sirenes komen. Razzia! Daar stond ze op de weg, als mannen die ze hebben opgepikt. Arbeidseinsatz in Bruges. Nimmer toeskomen. Wie ouder is dan 17 verstopt zich. De vrouwen doen voor het werk van de manskels. Goudkunstveen moet die werken hier. Die van de merk komt met de hoos. Die van de hoos rennen de broden in. Het veld in. Ik weet het niet. Voor slechts de vier worden er weggehaald. Alles voor de heimat. Ze hebben door hem zijn postkoets gevolgd. Daar hadden ze de vers met je vier. En s'namiddags onder het eten. De ontploffing. Ze hebben een schoon kerk in de lucht laten springen. De Prussen trekken weg. De Tommy Serum in Serum. Serum is nog niet. Serum is nog niet. Don't know where, don't know when, but
En over pelsels hoort u met de vier lang. Ik ben er mee geweest. Zwaarte. Ik vond Penny die rot luxe, dat zat pak in het schokkie-bokkie. School? Zie de gek. Ik heb school. Ik wees ze de verkeerde weg, naar Amerika en mij is 40. Ik droeg het speeltje van de kundigin. Ik heb de rok op de metro en ze schoten de geweer op mijn slijp. Ik liet er fietsen bij het leven. Weer red van de buur. Ik slaagde met werk als het duister wordt. Ik ging merk aan de Midduifpiet, dwars door de granaten. School, zie de gek, ik heb school.
wat zit ik in de gors, hallo. En land en volk en vrede mooi. Dat hebben ook geklaut het ooit lang, hallo.
eerste Tommy's gezin. Wij koets niet op een hoek. Het is een klein panzerwagentje. Toen sloten ze in. En ik was de eerste in deze sprook. How do you do? Vroeg de commandant. En die bracht mij een stuk chocolade. Ik gaf hem toen mijn gouden hand en zei: Kel, je ziet te laat. Er is geen bruis meer in deur op te zien. Ze zien aan het tienderen uit. Als je gauw ziet, dan houden ze nog wel in. Maar daar verstonden die Tommy's niks van. Mie vriend, riep ik het uur gauw. Thank you voor de chocolade. Door de Keringstraat, daar over die Brits, die smalen. Dat hij de roze oude had. Roos is niet goed, een little ocht. Je ziet er zuur door in. Maar mij was de blik koud en een beetje bocht. Of, en het doet hij geen zin. Oh, Churchill, dat zo. Zon is gewoon troep. Ik schupte nog onder de grond. Kees nog neer bij Koelsmiet op de stoep. En geen smiet, weet pas het voelt. Kom, Kels. Ik breng ook het opgewerkt. En bij Van Heister, dokter de dan weer. De Bruzen, die zien er wel lang eens meer. Anders dan ik er ook niet heer. Montgomery heeft een paar schonnen gestuurd. Als je door mij de oorlog moet winnen, 5 years. En bij ons het wachten geduurd. Wat moet er met zo'n kels beginnen? Je zult me wel een dommie zien. Een schietroeside, Della! Ga dan gauw terug naar uw compagnie. En doet ze de groeten door mij. Zo stond ik door. Nog en blij. En ik vroeg mij. Is Horst nou bevrijd? Ik stond door de haffelen met mijn vlaag. En toen hebben ze zich omgedraaid. Wilde niet dat ik ermee mij bemoeid? Riep ik nog. Maar ze huurden mij niet. De oorlog is toch een gek geduld. Maar ik heb de eerste domming gezien. Van mensen in het niemandsland tussen oorlog
en vrede. Nog een pauze, die ongeveer een half uur zal duren. En waarin gedachte gelegenheid om het gedenkboek te koren dat is samengesteld over oorlog en bevrijding van Horst. Vergeten, dunnen dat nooit meer. Het is verkrijgbaar in de hal. Daarvoor, nog een pauze. Giet het programma verhaal over de vrouw. Wat er van Horst geboren is, nog een oorlog. Tussen 1945 en vandaag. Wat hebben wij gedaan met de verwachtingen en de idealen van de mensen die nog een oorlog in Horst en nieuwe samenleving moesten opbouwen? Is Horst zijn bevrijding waard geweest? Hebben de vrouwen van toen een bevredigend antwoord gekregen in de jaren door nu? Wie oorlog en bevrijding herdenkt, zoals wij evenover doen, je moet zich ook afvragen hoe of hij met de vrede is omgesprongen. Yeah.
Schmied horen. En de een van geweest moet bierig. Toen er wel schoen wordt gedaan in de patatenkaas van de Morenbond. En de missen in het patronaat. En later tussen de stroomputjes in de Viehout. Toen de eerste bevrijdingsoptocht trok. Op de kapotte stuk in deuren. Te kieken. Wat denkt van karton. Gecamoufleerd met dennen uit de schaar. Het leek krijgt de eerste carnavalsoptocht van jaren later. We maakten aasbek en paraplu-bek van granaatrozen. De deur aan de kokenpoes. We groeiden door graven toe en groven gesneuvelde op. En als het weg knalde, niet weg in het veld, daar worsten we. En een boog op een landmin genoemd. Vreemd zagen we. Maar wat redden we dan? Dat weet je, niet meer kunnen krijgen.
en geloof. Dat wij nimmer hebben. Hebben ook toen wat voorgesteld, verlaten. Heer en de boven. Hebben mij gedoogd. 1984. Hoe zou je dat zien? Ik lees je naam. Op een ander moment. Als de Pruisen van een kerkhof. Ik ken er een paar. Van u wil zeggen. Maar ze zeggen mij niks. Vroegtijdens die bewijzen dat jij het geleefd. Toen, in die tijd, die oorlog, het vooral prongelijk en bevrijdend. Of kwam ze hier, als veel die anderen. Ik lees hun naam. Doe je letters, die gaan leven. Ik zei hoe spelen, klein kind, toen de bom viel. De granaten is vlogen. De lampen. De dokken hier, op een herfstdag, of gewoon in de zomer, hadden net gegeten, het weer gaf, stond men voor nus, had ik net gezegd dat je van iemand heelt. Wat hadden we wel gewild, gehoopt, verwacht, toen de bom viel. De granaat is vol. De min ontplofte onder de klomp. G. En G. Uit een tijd, in oorlog. Op een plaats waar niemand meer kunt, lees ik uw naam. Gevallen. En ik denk, zien we opgeleefd met een tijd waar dat woord weggegeven moet worden aan O, aan O en O, en dat weet niet wat je weet. Dat wie speurt met het leven, een dood verzucht. Thank you.
Ik ken gewoon niemand terug.
geen luchtepoel. Gaat niet, mag ik ook. Gaat niet, mag niet. Het is de rivier. Alles duurt zich een tijd. Wat ga je doen, het leven, dat kleur? Roeikom. Zwarte kat. Kappen witte. Kwak niet. Wittenhorst bij de fles voor de deur. Van 84 tot 100 inwoners in 1984.
1940 en 9600 in 1947 doet Has 18.000 vandaag. Dat betekende onder andere versterkte woningbouw, zorgen voor werkgelegenheid en voor recreatie, Naten en Druigen. Zorgen voor scholen, voor winkels en voor weg. Het is goed om bij een gelegenheid als deze te bedenken wat er in Horst gepresteerd is door overheid, organisaties en door de burgers, om van het no-oorlogse Horst een leefbare samenleving te maken. Vanaf 1 januari 1936 doet NO wordt de heen Has 3500 nieuwe woningen gebouwd, verdeeld over 9 woonwijken in Horst Centrum en uitbreiding van Oostkerkdorp. Horst telt nu 193 verenigingen en organisaties op maatschappelijk, cultureel en sportgebied. Die 193 verenigingen die kregen PM per jaar meer dan 1,5 miljoen gulden subsidie. Horst, vulde de oorlog en streek van rok en patatte, wordt de welvaart vooral hoe de kunst miskomen. Horst is tegenwoordig nationaal en internationaal bekend als een centrum van agrarisch onderzoek. De kinder van veel zandboren en veldtuiners vongen een nekostwinning in allerlei specialisaties, zoals glaasteelt, champignonteelt en intensieve veehouderij. Horst kende zijn plaats in Noord-Limburg en het accepteerde dat zijn industrieterrein in Venlo en in Venroy loog en dat we daar de Zuringspiel voor terugkregen. Horst koos een eigen weg voor zijn ontwikkeling en het wordt een toeristisch centrum met grootschalige voorzieningen op het gebied van de verblijfsrecreatie, als bungalowpark. Al deze ontwikkelingen die hebben offers gekost. Offers die voor veel mensen mij moeilijk te proemen worden. Dat geldt ook voor veranderingen op maatschappelijk gebied. Godsdienstige en politieke visies die het eer en hoogs voor de oorlog en hadden een tijd later alleen voor het zeggen aan je gehad. Die moesten er plaats nog delen met anderen. Horst moest ook leren leven met mensen die zich hier van boete komen vestigen. En die mensen moesten leren leven met Horst. Zo kregen we heen een samenleving van een eigen no-oorlogs karakter. Een paar facetten van die nieuwe Horstig samenleving, die brengen we nu in het tweede deel van Oostrevue in beeld. Het gaat een Horst tussen 1945 en vandaag. De toon van wat gezaagd en gezongen zal worden is een beetje vreemoediger als in het gedeelte voor de pauze. Het is een klein beetje cabaret. Maar wij zeggen maar zo, wie zichzelf groot bent te kennen, en is niet schoon om volgens mij in de spiegel te kijken.
zin. Witte Broren is het bijgeval. Alleen maar Bule. Dat is hekdurms. Maar liever Jux als Namelveel onder de buurt. Wie hebben de 5 kilometer gedaan? Die tijd was voor de eerste keer mij, snapte. Wie wonen met de ganse kruid compleet? 5 man. Hiermee hebben we nog dit. 2 zien we al weg. Die moesten nog naar de meid. Was kruid, dat is de JV Prut 85. JV is hier voor jongerenvereniging. En Prut, zweer op het gemengd karakter. En als we 85 kleien hebben, scheiden we rood. We zien nu op zoek naar de laatste taakje. De JV Prut is een vereniging voor jongeren van alle gezinten tussen de MAVO en het samenwonen bij Oude Wien. Later haalde de Berie van Speer en had later bij Trudy. Yes.
mond maar toe houdt. Te gek wel.
De rode tien, de rode Alemeense, uit Amsterdam en van die kanten, protestanten en socialisten en Calvinisten, dan moest er niks van hebben, want die gongen zaten dik alle weken, regelrecht veersprungs naar de verdommenis. Daar horen die je, toen hadden middelen met die mensen, worden ze bekieren, die fariseers van boven de rivieren. Roeibende, die zich wat menden, dat volkske van de Vara met uur en veershaar, smerlen in bed, die duien het met. De horen die je, toen was het in pot naad. Dat grijde uit het noorden, dat de katholieke loren, die golven en vod, een god of gebod, geen sacramenten, geen mandementen. Door baten geen bijen, voor die grote steden. Tegenwoordig, dood van een Hollandse hoeshand, o in hoogs, vrek weg van de stoep. Toe oma's en blijke blagen klaar. Man, met de vuil, in een katoenen doorkiepje. Pap, met niks, in zijn short van scène. Bla, bla, bla. De lokbaan roept voor de rat naar protestant. En alle Calvinisten zijn toeristen. En Amsterdamse hondjes zeiken tegen ons eiken aan de schaak. Zich begaaien aan ons vlaaien. En hoe die leuren met knulkens van geerlings en van zeuren. Hoogst gevervreemd met het jolgt het mier. Wou ik in deuren mijn kondok voor het kier. Vreemde gezichten van slots de juiste toen. Heel gewoon. Heel gewoon. Hoogst gevervreemd, o het biel werd te klein. En hoe meer het liep tot deens ik het Waterlooplein. Vreemde gezichten, je zit ze meteen. Of ben ik dat alleen? Of ben ik dat alleen? Of ben ik dat alleen? De horen die je. Toch zat hij alles op zijn eigen. Toen moest de schofte en wordt de alt dan mofte. Zomers de miet en betatte tiet. Met de schoerijks bij, koe naar de wijn. Er viel niks te vieren, ze zeien olieren. Er waren tien, er kwamen vreemden over tellen. Dat meent ze ook wat anders mogen, als blaren en blogen. En ook de dikke, pik zich drie weken. De hoed op een tiet en merken de biet. Wat vroeger niet kost, dat zij en dat mos. De woorden tien, dat wezen kostte vrette. Nog vrette weder va, verdienen weder a. Zijn leven Calvinisten en communisten, die door ons op stritsen,
Oh, kom meer wel fietsen. Wie ze de weg weet, plukken ze leeg. Als ge verbrand met het yoghurt het mier, wou ik in derd niet kon dat wat kier. Vreemde gezichten van slot de juiste toen, heel gewoon, heel gewoon. Als ge verbrand, o het bierlucht te klein, en o meert ligt op ding zich het water loopt pijn. Vreemde gezichten, ge zit zo meteen. Of ben ik dat alleen? Of ben ik dat alleen? Of ben ik dat alleen? En de oudheid kwam op breed uit. Een extra loket bij de Rabobank. Johan Wiekel kreeg de kasteelboerderij voor 1 gulden van hij boet. De deken zet zijn kerk open. Heer, het was 4 goed vocht is. Wat kan het schelen dat die van een ander soort is? Braderie, kindermeert en boetedurp kreeg ze stank voor dan. Als ge verbrand, de tijd die bestemt, waar ik op droom en waar ik op wil. Vreemde gezichten, wat schept die tot flits doen? Heel gewoon, heel gewoon. Als ge verbrand, katholiek, protestant, het leven geeft weer zonder rang en zonder stand. Zo is het beter bij jure begin. Of denk ik dat alleen? Of denk ik dat alleen? Of denk ik dat alleen? Yeah.
dat was geen zwaar. En daarom zou je dat ding niet blijven plekken onder de geuten van dat betonteur. Ze rossig en rood, het arm dier. Maar gelukkig had ze een zuster die al jaren aan de schaak woonde. En die stuurde door mij de hoogste boeren. En wat ze in die echo loos, gaf je gedachte vleugels. Gemeente in het groen, jeugd en natuur, naar overe hand nestkastjes uit. Kern met Pit, Elsbeendam, Spreeuwenberg, de Mus, Bierkappel, Groene Vond, Droevenbos, het gevoelige nest, Vinken met pensioen. En het gans erfkoren zijn toch vromgedoopt. Toen is het voor kersen eten. Hap, hap, hap. Toen wil ik hem. Toen wil ik een hemmelke van mij pikken. En het wordt gek zo als ik door geen hoogplaats vind en een pikje nest ben. En het biertje beet zich op en liet zich afdrieven. Dan zie je. En al gauw echt ik achter de wegen, hoort het eigen hond rondschuren. En aan de stand van de televisieantennes kost te zien dat hier een gans ander werk zou doen. En aan de stank in de rok, toch kost het ruiken. En boven de beest, door was het. Ik heb van Loon naar werken gekregen. Van toen kwam ze in een zwerm en een vliegen terecht. Hoe ze zich de boek van vogels breed. En zo kwam ze in Hoogstraat. Half mei tegen de middag. Nu, maar voldoen, op de Amerikaanse weg. En tegenover Merk niet, toen sloeg ze links af de Mussenbuurt in. Op Geutenhuugde, Zwaluwstroot, Merelwijk, Vinkenstroot, Leisterhof, Kriskras door de Wiek, over de verkeersduikels in de Putterstroot. Oei, oei, mijn eindjas! Of op pannen duiken, of op platten duiken, nemen fletten en bejaarde woningen en liegen onder je kap. En trapveldjes, en hufjes met spitskoel en met fiebertjes, en ze had je het gauw geschoten. Die ruimte, die landelijke rust, ideaal. Ze maakte zoveel kabel dat ik al zijn busten om de nieuwe vrienden te bekijken. De meldings en de sproken, de bokkenswinken en de meerklaps, de beenpikkers en de doorkrijgen, de kouwen en de kwaai-exers, de jietsen en de joetsen en het wiepje reepa. Ik kan mijn ei niet kwijt. Ik kan mijn ei niet kwijt. En toen hebben ze haar allemaal geholpen. Ze kreeg drek en de rest toegewezen. Ze hoofden niet op de woning niet. Ze was een urgentiegeval. En alleen stond de potentiële moeder. Ze kreeg bijstand. Riet Gerst vermoeide zich door mij. En toen ze goed en wel op het eierzoot en op haar gemaak, kreeg ze middendag een grappig leven in de buurt. Emancipatie, wijdraad. Vrouwenplatform, PSP, weg met een neutronenbom, openbare school, kinderneveldiensten, peuterspeelzaal, opkomwerk, speeltje. Van dat gekwebbel worden de autochtonen nog meer verlegen als ze van nature al horen. Hits, flik toch op, dochterieren. Dank voor de koekoek, smies
gulden en een andere. Hop, ome Snavel! Hoi, en een derde zeggen. Maar ze zagen niks. Ze lieten hem maar geweren. Dat bovenmoedigs koren zeikerke. Ze snapten hem maar half. Ze lachten hem uit. En het koren zeikerke vloog voor het vuur op. Het kwam overal in en tussen. Het pronkte met zin en met allemans veren. Het sloofde zich goed en het hij aan het hoogste woord. Oude vereniging, rechtswinkel, handwerkmoeders, Amnesty International. Wij vrouwen eisen, baas in eigen tuin. Praten van gescheiden vrouwen, moedernaamvol, lang gezegd. Ik wou willen zeggen,
zag zij ook. Je kreeg de communie nog op het toe, aan zo'n lange baan op de knieën. Als ze dan toevallig naar me stoot, doofde toch stiekem aan vrede. In het lof een driehoek, zou je ze de weg zien, we kregen dat heet hier van binnen. Maar ze was er niet, en deken de bijzonder van Maria de Minnen. Wielkspaard dat hoofd zo'n lekkere reuk. En de godslaap bleek de knipoog. Ik kende iedere bibelspreuk. En anders zullen het niet doen. Gezond doet de kop. Egaal wat het wordt. Tante Margo. Of het een degen. De nagel helemaal in het spoor. En zo tinder nemen, dan geef ik u. Wie weet of het daar genade voelt in de ogen van onze lieve hier. Maar wij wisten wat er geschreven stond. En voor de rest praktiseerde het meer. Tegenwoordig is het krek omgekeerd. Ze maken ons niks verwijs. Je ziet de sleun tegelier. Zo kost elke diet zijn prijs. Maar onder de streep heeft het niks gebaat. Dat vroegen, dat willen begrijpen. Twijfels hebben de mensen zat. En mij zit hem aardig te knieën. Vroeger moest op zo'n moment de weg. Vulde met een tientallen sterren. Maar dat binnen, daar is het voor zo leeg. Het is voor zo koud in de kerk. Maar het maar niet zo
vier punt zo oud zien geworden als ik. We maken er geen grote leuk op van. Gewoon en stil is. Binnen stoer slot, zei Wans. Wat zeggen de kinderen? Als er dat nog zeker trouw moet leren, trouw dat maar alleen voor de kerk. Trouwen voor de belasting. Trouwen voor de wet. Trouwen voor de belasting. Of dat wel zo richtig is, ik weet het niet. Maar we zien in ieder geval niet de eerlijkste. Bertha, zo heet ze. Bertha en ik hebben een goed jaar kennis aan hier gehad. Voor een vrommers van 72. Zuidsel dan nog goed worden, nee. En als we onder onze bijen zien, is het net een jong vuur. Zo spulsnak, zeggen we. En met de mensen daar bezig in. Ja, zit ze daar. Je ziet wel als taget ik. Maar nog zo lustig. Allee jongens, trek de lek nog op. Ik ga niet in ieder geval echt zo'n deur van nergens van kopen. Lek naast. Ja, we hebben ons leren kennen het vorig jaar in de bus. Op de Lourdesreis. Zie jij de uur gewonnen bij de Berlinnenboom? Het was voor weer de eerste keer. Nooit weer van een hoesje geweest als Kastelse Kerns. Aan de Efteling. Geen diep voor de vrouwen toe. Zal er een eerste mens uit die. 60 koeien en 12 kinderen, daar werd het wel. En toen die storm van achter en terug, kreeg Bertha een bejaardenwisje in de Tjenderman. En daar zat ze wachten op Ozen. Maar nu trek ik mijn uur in. Vannacht sloop ik voor de eerste keer in haar bed. Afwachten. Of dat rustig zal zien. Wat heet. Ik maak me alleen een beetje zorg over mijn oom. Alles afgenomen.
misschien. En dat u het maar had vergeten straks. Jo. Ik ben maar op mijn eigen vrienden zitten. Koken voor de ganse week, meid. De Westerozenberg. En al vandaag GBO zitten. Niet dat ik wat van mijn kinderen wil zeggen. Maar ze hebben bij ons de deur nooit plat gelopen nadat ze het boel zien horen. Ozenberg. De binnenhandsfeer. Die hele dag veel te druk had met zijn doeven. En dus liefst eens geëmigreerd. Die zit binnen een hoeshand op een farm in Canada. En dus een Piet, met een schoolmeester. In het begin gingen Driek en ik nog wel eens op bezoek. Weet je, jongens. Ah, dan wordt er getoekt of gekruisjes zoals. En later wordt we naar Krekgod genoemd om te babysitten. Dan merkte je dan of we nog welkom zien of niet. Het begon zo met de namen die zich ons kleinteam goed zocht. Grenneschap. En Jendrika. En ook niks wat er een beetje op stelde. Nee, Iwan. En Joyce. Dat stik lekker als je dat maar weet. En Iwan. School, bleef de dikke jongen van mij zitten, vroeg ik later een keer. Wat zegt opa? Zeggen ze bij je
kast moest. Maar daar zaten ze los gekregen. En de kinderen? Fijn dag, zeg die. Dan denk ik, dat zal wel. Dan hoeft er nog niemand te komen. Tjoe. Ik stap wel eens op. Want ik moet niet zonder zijn zwarte schoen aan poetsen. En om 1:30 kan de broodboeket gaan halen. Die stuks mis aan het volgende. Gewoon en een moes rode roers hebben besteld. Met een paar schichtjes spelletjes worden ertussen. Twee uur is de taxi dan. Als die weg dan ben je op de wagen. In een leeg kleedje. Van Janse Doi. Is Kietje wie dat voor zenuwachtig is, zei je al ik. Naar de mis in mijn koffietafel. Die koppen zal in het zaadje. Goed, wereldreis met boterhammen. We zien met 37 man van uw kant en 7 van mijn kant. Jouw weg is daar dus niets van in deze. De kinderen hebben samen een eenmaalbestel gedaan. Want dat van Bertha dat was versleten. En dat van mij. Dat truc naar de hond hebben we vroeger uit. Ze zullen ons allemaal een visje komen wensen. En ik denk dat de jongste van onze Piet een wegje heeft geleerd. Opa, veel heil en zegen op uw nieuwe huwelijkspad. Maar hadden daar ons gelegen. Och, me denkt die laatste paar jaar zal het met Bertha nog wel een minder opnemen. Ik geloof dat ik wat minder moet praktiseren en wat meer moet leven. Een beleving is het nooitste. Ja, over de dag als vandaag kun je praktiseren alles zelf of je wil of niet. Als ik wat heb, dan kon ik het ook al vertellen. Heb je dat ook geleerd? Je kunt tenminste luisteren. Zo. En nou hier de neem oude roodje op hoeven. Maar mij had je binnenkomen. Mijn broekjes weg. Ja, dan huurde hoe dat het gewoon heeft. Met de mist, met de wolf en met het schoot. En de mens is toch een gek wezen, zult u wel denken, wat? Als je niet belooft dat je niet zo schud hebt, dan speel ik nog één keer en dan rijd ik het bij jou voor. Je moest ze nog wel hebben in een andere zak. Over de historie en de ontwikkeling van Horst.
bij de keuze van ons onderwerp en bij jouw goedwerk hebben we echt niet willen streven naar volledigheid. Er is ten avond veel gezegd en daarom is er ook veel verzwegen. Wat geen gezin en gehuurd hebt, wordt hier en daar ook een beetje gekleurd. Maar daarmee hoeft het nog niet minder woord te zien. Wat geen gezin en gehuurd hebt, en de weigering voor Lubik hierboven in het klein schatkamertje van ons geheugen. En door kan het daar rustig riepen voor misschien ooit nagges en borst te bevinden. Wie neemt straks afscheid van O met de stille hoop dat geen dit programma de moeite weert het gevangen. Door zie meer personen bij betrokken geweest als ooit bij een culturele productie in Horst het geval wordt. Door zal het er strak en een heleboel bij namen genoemd werden. Ik wil nog alvast iedereen bedanken die strak mee aan de beurt komt. En ik moet ook een paar namen noemen. Ik neem Mies Jansen voor de versiering van het toneel. Foto Gerts voor de foto's van Horst van vroeger. En Martin Collin voor de foto's van Horst van Nouw. De Horst van Middenstand, die onze publiciteit gesponsord heeft. En de pers die alle voorstellingen met vuurbaat heeft voorgeschreven. Ik neem ook alle rabobanken in ons gemeente. Ze waren nou echt de bank voor iedereen. Want daar kost iedereen een kaartje voor deze revue kreeg. Ik neem de firma Van Heijster voor de verzorging in de pauze. En dan ons gemeentelijk apparaat, dat toch al zo'nzelfde compliment kreeg. Maar dat ons op alle mogelijke manieren heeft geholpen. Van het versturen van kaarten, tot het elke avond opnieuw klaarzetten van bestuur hier in de zaal. En die laatste dankwerkje geeft nou ook, dames en heren, ons enthousiast publiek van vanavond. Ik kan maar één ding zeggen, dat geldt zelfs meer zuchtende voorstelling. Geen woord het beste als een liedje tegen onze plankenkoord. En dan nog voor de laatste keer, toneelvrij en lichte aan voor de finale van Horst, Geziet en Plexgebrood. Thank you.
En had ik hier ook even neigezaagd toen ze kwam, mevrouw voor het huis. Als je ook alle zomermaterieel van het veld door mij gegeven van Polen een dikje over nee te kunnen doen. Dan is het ook overgroeven dat de Graasbeek in deur gevolgd wordt. En dan zou iedereen bij jou in de muur worden zoen voor dat is. Al kreeg je het in de Amerika opgenoemd, en dat je niet weet wat het hart schuit, de loorhorst of de zurenpiel. Al vind je ook dat Grietsvink feitelijk en rechtgebied klinkt om richting bij horst te huren. Al kom van alle horsten, broeder, de zaalkusters aan de Nijgertse. Al speelt de rest van horst de voetballers hard van aan de meerdering. Als je jong en bij het jongere doel, maak je mond aan de Meerdersen. Vurst zingen de keren goed. Geschreven door Jan Derks, de tekst.